In het Shelta Instituut in Venlo is deze week een symposium gehouden over de gezondheidsaspecten van zacht fruit. En dan meer bijzonder de blauwe bes en de aardbei. En we weten allemaal al dat dat hele gezonde vruchten zijn, maar we weten nu nog meer. Annette Weda, u was bij dat congres. Wat weten we dan nu nog meer? Ja. De onderzoeken begin ik even met de blauwe bes. Het onderzoek heeft de afgelopen 2 jaar plaatsgevonden. Mensen hebben blauwe bessensap te drinken gekregen. En dan blijkt dat de beschadiging die we dagelijks oplopen door luchtverontreiniging, door zonnestralen, tast onze cellen aan. En door het drinken van dit blauwe bessensap, dat die beschadiging afneemt. Dat is goed nieuws. Ja, dat klopt. En wat als je de blauwe bes verwerkt? Je kan hem zo eten, ja, maar je kan hem ook verwerken. Ja. Wat heeft dat voor een effect? Nou, de cellen verhitten. Dus als je zegt van goh, die blauwe bessen die wil ik bij mijn toetje, bij de pudding, gaan verhitten. Dan blijven die bioactieve stoffen, dus die stoffen die effecten veroorzaken, blijven bewaard in die blauwe bes. Dus die effecten blijven. Het is echt een gezond ding, die blauwe bes. Ja. En de aardbei? De aardbei. Ook daar zijn onderzoeken naar gedaan. Die zijn met name gedaan bij mensen die ouderdomssuiker hebben, beginnende ouderdomssuiker. Die hebben heel veel ontstekingsstoffen in hun bloed. En door die ontstekingsstoffen krijgen ze heel snel vervolgziektes. Hart- en vaatziekten, obesitas, noem maar op. Die hebben 2 keer per dag een portie aardbeien gedurende 14 dagen gekregen. En ook daar bleek dus dat die ontstekingsstoffen afnamen in het bloed. Dus daarmee de kans op vervolgziektes kleiner kan worden. Dus het is weer aangetoond, een stukje verder. Want 100% weten we nog steeds niet hoe het allemaal werkt. Maar dat het echt gezonde producten zijn. Ja, het is weer een stapje verder om te zeggen van goh, mensen. Eet deze vruchten. En die blauwe bessen, dat seizoen begint nu, hè? Klopt, is net gestart. Ja. En de aardbei is volop verkrijgbaar op dit moment. We gaan er nog meer eten. Ja. Dank, Annette Weda. Goed.